Hoezo? Ik lig in het weiland. Die liggen daar. Staat daar. Ik lig hier. En niet bij de Arkhoeven. Ergens heel erg anders. Namelijk op een andere stal. Zou je denken, huh, hoezo? Ja, dat is wat ook in mijn hoofd omging. Eigenlijk niet. We staan hier nu ik dit opneem, bijna een week. Met Blondie zijn we vorige week vrijdag overgegaan. En met Ivy zijn we de dag daarna. Wat is gebeurd? Zou je afvragen. Ik heb de Arkhoeven echt een mega leuke tijd gehad. Het was daar altijd gezellig. Goede lessen gehad. Ik heb zoveel goede begeleiding gehad. Dus ik wil alvast zeggen, Daan, als je deze video kijkt, heel erg bedankt voor alles dat je me hebt geleerd. En voor deze 2,5 hele mooie jaren. Daan die heeft mij de basis dusdanig goed geleerd dat ik nu verder kan. Ik wil heel graag verder met springen. En op de Arkhoeven was dat wat lastig, omdat er één keer per week springles was. En Daan die is zichzelf ook aan het ontwikkelen, wat super goed is. En ook heel gaaf dat ze dat zo kan meemaken. Maar daardoor kreeg ik wel minder les en dat vond ik best wel naar. Dus zijn we naar andere opties gaan kijken. Want ik les nu bijvoorbeeld bij Astrid Hoppenbrouwer. En hier op stal hebben we ook een springinstructie. En daar ben ik nu heel erg mee bezig. Want ik vind springen, ik vind het zo leuk. En hier ook een soort crossgekkie gemaakt. En ga ik allemaal meedoen aan crosswedstrijden en zo. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Maar dat is wel even wennen. Een andere piece of cookie. Ik ben natuurlijk dressuur en zo ben gewend. We staan nu op een soort privéstal. Het is niet voordat ik zelf wat meer kan trainen. Want het is echt een trainingsstal. En hier staan ook helemaal WK-winnaars van het mennen en springen en weet ik veel wat. Dus dat is super gaaf. En iedereen is hier gewoon bezig met zijn eigen dingetje. En is hier dan ook geen manege. En ik wil jullie ook verzoeken, als jullie weten waar we staan, want het is best wel overduidelijk, dan hier niet heen te komen. Want ze willen hier gewoon echt geen vreemden op het terrein. En dat snap ik ook. Dus we zijn hier niet om fans te ontlopen. Maar we zijn hier echt gewoon puur omdat ik meer kan gaan trainen. Want ja, dat is uiteindelijk wel wat ik wil gaan doen. En verder komen de sport. En ik ga met Ivy over, voor mij 11 dagen. Voor jullie weet ik niet hoe lang. Ik weet dat er een video online komt. Ga ik een revalidatieprogramma starten met Astrid. Bij Horse in Hands. Gaat ze op de aquatraining. Gaat ze een heel revalidatieplan met rijden krijgen. Want ik vind rijden met haar nu best wel lastig. Omdat ze nogal wat probleempjes had. Nou ja, en dat is natuurlijk geen probleem. En dat gaan we met Astrid helemaal oplossen. En ik ben heel erg benieuwd hoe Ivy daar uiteindelijk uitkomt. Ik vind wel, er zijn natuurlijk voor- en nadelen. Want ik heb hier, nou ja, zijn wat minder mensen van mijn leeftijd. En is het minder, ik vind hier wel heel gezellig. Maar het is op een andere manier gezellig. Want op de Arkhoeven is het natuurlijk echt een manege. En dan heb je ook nog manegekindjes rondlopen. En meer mensen van je eigen leeftijd. En hier is het gewoon meer serieus. En het is dan ook wel de mensen die hier staan, die leer je dan weer goed kennen. Omdat het er echt heel weinig zijn. Want volgens mij zijn het er 19 of zo. Dus dat is echt, echt heel weinig. Ik lig nu lekker in de wei. Ik denk dat ik wel blijf liggen. Mama zit daar. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker zo. Dus voorlopig ga je niet meer de Arkhoeven voorbij zien komen. Misschien dat ik er nog wel een keertje wedstrijd ga rijden. Of weer een keertje lessen bij Daan. Dat is altijd leuk. Maar nu gaan we vooral focussen met Blondie op het springen en met Ivy met revalideren. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het was niet een hele lange video en wat meer uitleggen. Ik wil jullie heel erg bedanken en zie ik jullie weer de volgende keer bij de volgende video. Doei!